Goedenavond, dit is Veronica Film en Video. Vanavond aandacht voor Boys on the Side. We praten uitgebreid met Drew Barrymore. Dan praten we met Johnny Depp over Don Juan. Hij speelt in die film met Marlon Brando en Faye Dunaway. We besteden aandacht aan films op video en natuurlijk aan de nieuwe Nederlandse speelfilm die vanavond in de Nederlandse bioscoop in première is gegaan, De Vliegende Hollander. We hebben twee gasten in dit programma. De een is een regisseur. Hij maakte onder meer Marieke van Nimwegen en De Illusionist. Hij is de regisseur van De Vliegende Hollander, Jos Stelling. En een acteur. Ik vind dat hij te weinig gevraagd wordt voor de Nederlandse film. Al zit hij er in een heleboel en wordt daar heel vaak heel erg in miskend. Gerard Tholen. Jij bent geen acteursregisseur. Nee. Je bent een filmregisseur. En De Vliegende Hollander is een film. Nee, wacht even. Laten we De Vliegende Hollander even rusten. Ik wil hem even niet laten rusten. Nee, dat weet ik. Want waar het over gaat is namelijk dat Jos is heel vaak geïnterviewd. Ja. En wat hij zegt, is een Roomse regisseur. Uh-huh. Maar wat hij zegt is waar. Wat hij zegt is waar. Kijk, we leven in 1995. René Mioch maakt een programma voor Veronica. We weten allemaal dat Veronica gaat snel. Ja. Jos Stelling maakt een film die heel stil is. Een symfonie in drie delen. Mioch, en ik ga je killen. Doe maar straks, want ik wil eerst die uitzending even maken. De uitzending. Fuck de uitzending. Ja. Nou, één keer door alles heen. De uitzending is niet belangrijk. Die film is belangrijk. En wat hij probeert te zeggen is belangrijk. Dat is fantasie. Niet de uitzending, niet de televisie. De bioscoop waar mensen 2 uur en 20 minuten in stilte kunnen kijken. En niet doorgemekt worden door andere mensen. Maar dan mag je dus zeggen van, het is best een trage film. Het is traag. Wat nou traag? Ja. Niet zeveren, Mioch. Nee. Kut, fuck Hollywood. Met die harde praters en die snelle neukers. Ja, neukers. Moet er niks meer van hebben. Bah, Speed. Wat nou Speed? Ja, dat is een goede film. Vond je De Aanslag ook een goed verhaal? Ja, ik vond De Aanslag ook een goed verhaal. Ja? Ja. Zeg maar helemaal niet. Geile pik. Onze gasten zijn nog steeds Jos Stelling en Gerard Tholen. En de volgende film in dit programma is Don Juan, met in de hoofdrol Johnny Depp, maar vooral ook Marlon Brando en Faye Dunaway. Geil. Nou, dat vind je wel lekker, Johnny Depp. Johnny Depp vind ik te gek. Ja, dat vinden een heleboel mensen. Nee, maar dat vind ik echt een fantastische... Johnny Depp is een man en vrouwman. Dat maak je niet vaak mee. Het is een sekssymbool, hè? Vrouw. Nee, die heeft niks met seks te maken. Heeft niks met seks te maken. Leg het eens uit. Het heeft niks met seks te maken. Johnny Depp is een man en een vrouw tegelijkertijd. Riep je niet eerst geil toen ik zijn naam noemde? Absoluut. Dat heeft toch ook iets met seks maar dat te maken? Is niet, ja, de geiligheid is erotiek. En zijn uitstraling... En dan wou ik ook even zeggen dat de erotiek in deze film... Het gaat over stront. Ja, nee, we hebben het nu even over... Wacht even, laat het even over Johnny Depp. Ja, precies. Maar denk nou goed na over hoe Holland probeert... Wacht even. We gaan straks... Laten we De Vliegende Hollander even rusten. Ik wil hem niet laten rusten. Ik wil hem even niet laten rusten. Nee, dat weet ik. Want waar het over gaat is namelijk dat... Jos is heel vaak geïnterviewd. Ja. En wat hij zegt, is een Roomse regisseur. Uh-huh. Ondertussen is inderdaad een Roomse altaar volgebouwd met beeldjes. De paus zegt, dank u voor de bloemen. Daar moet ik niks van hebben. Maar het Nederlands christelijke filmwezen heeft de tafel helemaal leeg gemaakt. En hij heeft geprobeerd om de fantasie er weer in te brengen. En dat mag bijna niet hier. We hebben het niet over critici. Maar Jos heeft wel een film gemaakt die gaat over fantasie. Ja. Straks aandacht voor de nieuwe Nederlandse speelfilm De Vliegende Hollander. Maar eerst aandacht voor nieuwe films op video. Jos, ben jij iemand die films op video bekijkt? Nauwelijks. Sorry. Waarom? Nauwelijks? Ik vind televisie
geen goed medium voor drama. Ik vind televisie is gein of informatie, maar drama hoort in de bioscoop. En als ik dat dan echt wil inhalen, dan pak ik wel eens een videootje die ik echt gemist heb. Maar ik ben geen reguliere videokijker. Kijk jij naar video? Seksfilms alleen. Ja? Ja. Dat is het. Films nooit. Films horen in de bioscoop. Nooit kijken naar films. Op dingen is te klein. Films, De Vliegende Hollander moet je breed zien. En dan nu aandacht voor De Vliegende Hollander. Ik zei het al eerder, de film draait sinds vanavond in de Nederlandse bioscopen. Jos Stelling en Gerard Tholen zijn nauw bij het project betrokken. Jos, nou ben ik toch opgevoed met het idee dat De Vliegende Hollander het verhaal was over iemand op een schip. Ja, dat is een probleem. En nou zie ik die film. En ja, daar zit maar zo weinig... Ik onderbreek het nu. Ja? We gaan niet over problemen spreken. Nee, maar dat is geen probleem. Dat is geen vraag. Nee, hij is opgevoed met een Vliegende Hollander op een schip. Vliegende Hollander is de naam van een schip. Dus niet van een man. En het is een spookschip. Dat zwierf ergens om de Kaap. En de Engelsen hebben daar een soort spookschip, zoals dat Engelsen wel meer doen. Wij Nederlanders hebben dat verhaal geadopteerd. We hebben daar goed en slecht boven gehangen. Dat was eerst helemaal niet zo. We hebben volgens onze Calvinistische traditie hebben we op een gegeven moment gezegd, nou, alle verhalen gaan over goed en slecht. Dus De Vliegende Hollander gaat ook over goed en slecht. We hebben een x-aantal... we hebben er een kapitein opgezet die verdoemd is door God. Dat is iets wat wij zelf hebben gedaan. En daar gaat deze Vliegende Hollander niet over. Deze Vliegende Hollander gaat niet over goed of slecht. Deze gaat over fantasie en over verbeelding. En dat over dat spookschip en over het hebben van legendes, van verhalen. Het verhaal van de film De Vliegende Hollander speelt zich af in de 16e eeuw. Een jongen, de Hollander, heeft zijn vader nooit gekend. Hij ontmoet een Italiaanse fantast die hem het leed van de dood van zijn vader wil besparen door hem te vertellen dat zijn vader een held is en op zee zit en dat hij kan vliegen. Bovendien zou zijn vader een gouden schat in een beerput van een boerderij hebben achtergelaten. De Hollander gaat jaren later op zoek naar zijn vader. Hij moet zijn vader vinden. Iedereen denkt dat hij gek is. Maar de Hollander gelooft het verhaal van de Italiaan Campanelli. En eens wil ook hij met het schip ervandoor. En vliegen. Je begrijpt het nog steeds niet, hè? Wat gaan ze doen? Jos Stelling maakt een film die heel stil is. Een symfonie in drie delen. Adagio, pianissimo, pocatato. Weet ik. Piano. Dat zijn we allemaal niet meer gewend. We zijn gewend aan de losse hits van 3 minuten. Sloek. Hup, dat schuift en dat doet en je doet en het van snel en van snel. Laat iedereen nu eens lekker in die bioscoop gaan zitten. En radio... snel vergeten, televisie snel vergeten en eens even gaan zitten en denken, daar ben ik. Weet je, nou zegt hij van het is een langzame film. Ja. Dat is het ook, het is een trage film. Je hebt je tijd genomen, 2 uur en 20 minuten. Ja, maar daar wil ik wel iets... En jij zegt, lees ik in een interview, dat heb ik nodig om het in de laatste 20 minuten spannend en eigenlijk te vertellen wat er te vertellen valt. Nou, kijk, op de eerste plaats, de film is gemaakt in 1800 sleets instellingen. Een normale film heeft 600 sleets. Zeg me niks, hoor. Zeg je niks, maar dat betekent dat er 3 maal zoveel instellingen zijn. Het is gelul ook, het is gelul. Ik ga het gewoon, omdat interviews kan ook een kut zijn, je registreert het maar. Een roman heeft 100 bladzijden en Moelis maakt er 500 van.
Hoe lang moet een roman zijn om iets te vertellen? Hoe lang moet een film zijn om iets te vertellen? Je vertelt iets. Het aantal slits en het aantal bladzijden doet er geen reet toe. Nou, maar dan mag je dus zeggen van... het is best een trage film. Het is traag... Wat nou traag? Ja. Even de regisseur. Traag als je een paar lijnen mist. In iedere minuut, in iedere vijf, zit er informatie in het beeld. Als je dat niet ziet, als je dat overslaat, dan mis je en dan wordt het lang. Het is zo, kan ook soms zo zijn dat als iemand aan een schip gaat bouwen waarvan je weet dat dat nooit zou kunnen gaan varen, dan zou het wel eens langdradig kunnen zijn. Maar het feit dat iemand aan een droom bouwt wat niet kan, is ook een dramatisch gegeven. Maar op een gegeven moment heb je nog meer van die zijwegen waarvan je weet dat gaat dood, dat gaat fout, dan moet je terug. Maar dat heeft in dramatische zin heeft dat wel eens... geeft dat wel eens problemen. Dan denk je, waar gaat hij nou naartoe? Doe dat nou niet, want we willen naar het eind. En dat is een raar fenomeen. Ecco. Aprilo. Ha un grande potere. Quello di renderti invulnerabile. Ti servirà a trovare tuo padre. Ma fai attenzione. Lo troverai soltanto... se riuscirai a volare. Devi imparare a volare. Non è difficile volare. Basta staccarsi dalla terra e ascoltare il vento. Fidati del vento. La mia storia è finita. Non devi avere paura. Ho inventato tutto io. Ho inventato anche te. Se non ci fossi stato io, non ci saresti stato tu. Tu sei il frutto della mia fantasia. In fondo, sono io tuo padre. Heb jij je ooit over een film zo opgewonden waar je in zat? Nee, maar ik heb van de week die kritieken gelezen. Ik heb hem gezien, ik heb erin gespeeld. Ik heb met Jos gepraat. Het zijn gewoon in de fases. Ik heb waanzinnig genoten van die opnames. Ik heb hem gezien op de persviewing. Ik zie al die persmensen gewoon als losse vliegen over de het zaaltje zich verdelen en het bloknootje nemen om te schrijven wat er niet goed aan is. Dit is een fantastisch, de beste Nederlandse film die er ooit gemaakt is. De Vliegende Hollander draait vanaf vanavond in Nederlandse bioscopen. Dank jullie wel voor het gesprek, Jos. Ik wil in ieder geval zeggen dat ik het met de delen van de kritiek misschien wel eens ben, maar dat absoluut gezegd moet worden dat dit een Nederlandse film is die echt film is. En dat je constant het gevoel hebt dat je naar een hele goed gemaakte film zit te kijken. En of je hem dan achteraf begrepen hebt, nou ja, ik kon even met jullie praten en dat is hartstikke leuk. Dank jullie wel. Absoluut goed. Dit is een mooi eind. Goed. Zo is het toch? Dit is heel goed. Oké, ik wil ze graag weer naar de zaal. Dit is echt goed. Ik wil even kijken. Goed. Nee, fantastisch. De Vliegende Hollander met René Groothof, Gerard Tholen en Nino Manfredi. Nu in de bioscoop en ook geselecteerd voor het aankomende filmfestival van Venetië. Dit was Veronica Film en Video voor vanavond. Ik ben helemaal bepakt en bezakt, want volgende week woensdag, of liever gezegd aanstaande woensdag, begint in Zuid-Frankrijk het internationale filmfestival. En wij gaan daar twee uitzendingen maken. We zijn er dus weer over twee weken vanuit Cannes. En ze zijn er allemaal hoor. Bruce Willis, Johnny Depp, Sharon Stone. Kortom, ik verheug me erop. Tot daar. Au revoir.